jongens, goedemorgen. Tweede les, inleiding elektronica. Zijn er vragen naar aanleiding van vorige les? Ja? Ik heb een vraag over het onderwerp van waarmee de houding van tijdsconstante kan berekenen. Ik heb een vraag over een formule om de verhouding van tijdsconstante. Ja. Wat doe je daar precies mee? Verhouding van tijd? Ik bedoel dat voor 1t, dat het gelijk is aan 33%. Dat, ik bedoel, van een opvolgplaat. Ja, dat is misschien een beetje lastig om te leggen, maar... Wat zeg je? Ja, Snap je niet hoe ik aan die 63% kom? Of is het iets anders? Eigenlijk grap over die formule, omdat... de formule, hoe ik er eigenlijk gekomen ben, is de vraag? Nou, eigenlijk het verschil van de formule, want op de prestaties staat het anders. Oké, ik snap het bedoel. Stapresponsie, toch? Daar heb ik het over. Kijk, in het algemeen staat stapresponsie zo. Stapresponsie of stepresponse, Engels. Maar het is exact hetzelfde. Wat ik mijn handout heb, toch? Daar heb je het over, toch? En wat ik opgeschreven wil, bord. Handout staat dit. Dat is het probleem toch voor jou? Ja. Maar dat maakt niet uit. Kijk, jij bent natuurlijk pro in wiskunde. Dat moet toch lukken? Ja, dat kunnen we wel zeggen. Wat zeg je? Ja, nee. En ik heb gezegd. Ik heb dit gezegd. Nee, ja, wel, sorry. Dat heb ik wel gezegd. Dit heb ik gezegd. Dat is het verschil. De afleiding hiervan kun je vinden in een of andere netwerktheorieboek. Dat is gewoon recht toe recht aan deels, laat ik zo zeggen. Dat is wel een beetje een rekenwerk met ingraven, maar dan ben je er zo uit. Kom eens. Zijn er nog andere vragen? Hoe is het met lab 1? Moeilijk? Moeilijk. Practicum? Nou, ik heb wel een vraag. Op een gegeven moment heb je praktijk een vraag B. Moet je een voltage van 20% moeten gaan berekenen. Dus op welke frequentie dat zit. Bij welke frequentie? Je dan op een gegeven moment je output voltage nog maar 20%. Heb je daar de vraag? Kan ik even lezen? Ja. Anders? Ja. Opgave D zijn. C. C zijn, oké. Ja, maar dit is de frequentiedomeinanalyse. Geen tijdsdomein. Ja. Oké. Okay. Wat je moet hebben, dus je hebt dus 20% nodig van de ingang. Dus dat betekent eigenlijk je versteegsfactor. Versteegsfactor dus. Dat moet gelijk zijn aan. 0,2. Dus je kan zeggen 1 volt erin, 0,2 volt eruit. Of 20 volt erin, 20% daarvan eruit. Dus maak het lekker zelf makkelijk. Die is gewoon 1 volt. Dat kun je dus uitrekenen, maar met welke circuit heb je te maken? Met beide circuits. Nee, figuur A dit keer. Ja. Dat is het low-pass-filter. Low-pass-filter in het algemeen was dit 1 gedeeld door 1 plus J omega RC. Dat moet in grootte 0,2 zijn. Dus je kan zeggen, als ik nou hier dan de grootte van pak, wat is de grootte hiervan? 1 gedeeld door 1 plus omega in het kwadraat, R in het kwadraat, C in het kwadraat is, dat is hier 0,2. Want daar ging het om. Nou, dat is waarschijnlijk wat ik nog ga vergeven. Ja, die R en C zijn gegeven, die omega moet dan... De omega moet uitgezocht worden, zeg maar. Nou, R en C kun je zo invullen, want R is... even kijken, de eerste is 8200. Ja. En 2 nano, dus het is C. Dus kun je invullen. 1 gedeeld door, dus nou die opgave voor jou, maar goed. Ik heb de rest ook gezien. Dat is dan 8200 en alles in het kwadraat keer, ik heb het woord gelost, langer, keer 10 tot de macht min 9, 2 keer 10 tot de macht min 9. Dat ook weer in het kwadraat en dan komt hier 0,2 uit. Ja, die omega, die we noemen het uitrekenen, dat is de enige onbekende naam. Ja? Nou, de
vraag is daarna nog, calculate the phase shift at this frequency. Dat betekent, als jij dan eenmaal dit hebt uitgerekend, voel je nou voor de faseformule, voel je in de faseformule de omega die je hebt gevonden. Dus als omega hier bijvoorbeeld zeg maar 300 geeft, de radiaal per seconde, dan moet je de formule 300 invullen. Wel een radiaal, dus niet een kiloradiaal of zo, whatever. En die ene formule van phase shift was min arctan omega rc. En daar zit weer die omega. Deze twee zijn al bekend. Ik kan ook de vraag natuurlijk andersom stellen. Ik kan ook op de toets ook zeggen. Reken bij welke frequentie de faseverschuiving min 10 graden is of zo. Ik zeg maar wat. Dat kan ik allemaal zeggen. Dus eerst met deze formule beginnen, want hier heb ik niks aan. Dat heeft helemaal niks met fase. Dus het is een beetje afhankelijk van wat je hebt gekregen. En welke formules dan zeg maar handig zijn. Dus dat is dat een beetje een handige vraag? Ja. Alsjeblieft. Verder nog andere vragen? Andere vragen? Iedereen snapt het? We hebben dus vorige keer tijdsresponsie gehad. En frequentieresponsie van RC. Dat hebben we wat uitgebreider gedaan. RL hebben we wat sneller gedaan. Omdat het toch wel een beetje hetzelfde verhaal is. Even kijken, dus ik heb gezegd dat week 2 zeg maar dat we overslaan en dan gaan we toch even door met dat RC en RL gebeuren. Dus daar wil ik vandaag nog wat meer mee oefenen. Ik denk dat dat wel handig is. Daarna, als we tijd over hebben, misschien dat we een beginnetje maken met diodes en anders doen we dat lesweek 3. Ja? Goed. Nou, ik heb zoals ik al gezegd heb wat minder aandacht besteed aan RL, omdat RC wat uitgebreider was. Laten we kijken naar RL, even kijken of het duidelijker is. Door naar zo'n circuit te kijken die RL circuit erin geeft. Een heel simpel circuit eigenlijk, zoals je kan zien. En we kijken hier ook naar frequentie en tijdanalyse. Laten we dit een VS noemen. Oké. En ik heb hier een spanning over de spoel, maar ik heb ook de stroom die hier door de spoel loopt. Dat noem ik IL. En ik ga een aantal dingen kijken. Zoals we maar voor de spanning van de condensator hebben, kunnen we ook voor de spoel van de condensator een algemene formule schrijven voor de stapresponsie. Nou, de spoelstroom als functie van tijd is weer algemeen. Is de spoelstroom in de statische toestand plus of min, hè, afhankelijk van wat je wilt, hè, dat is de cycle. En dan hier 0 of 0 plus, dat is het idee. Dat is een beetje het idee. Nou was de vraag vorige keer van iemand van een andere klas van: ja, u zegt IL0 of IL0, daarna zegt het dus gelijk aan IL0+, maar dan zegt u dat dus ook weer gelijk aan IL0-. Wat is dat dan? Dat is een beetje onduidelijk. Wie snapt dit allemaal? Wie zegt van nou, dat snap ik. Want deze drie zijn elkaar gelijk, want. Wat betekent dit? Dat is gewoon op tijdstip 0. Dat betekent net na, dus zeg maar tijdstip 0. Misschien gaat de schaal daar open of dicht, afhankelijk van de situatie. Dit is net daarvoor. Dus net daarvoor. Net daarvoor betekent ja, misschien een nanoseconde, picoseconde ervoor, zeg maar in principe. Zo moet je het eigenlijk even kijken. Maar waarom zijn deze drie nou aan elkaar gelijk? Wie snapt dat? Wie weet dat? Het geldt ook voor de condensator. De condensator heeft het volgende. De condensatorspanning op tijdstip 0 is gelijk aan de condensatorspanning net na tijdstip 0 en net daarvoor. Maar niet voor de stroom. Voor de stroom kan ik dat niet zeggen, voor condensator. En voor de spoelspanning kan ik het ook niet zeggen. Daar is een bepaalde verband.
Niet tussen de koolspoel en koolzaad, dus het is geen verband. Nou, jullie hebben vast wel bij netwerktheorie gehad wat nou de spoelstroom is. Wat is de spoelstroom? Wat is de formule daarvan? In het tijdsdomein. Wie weet dat? IL als functie van tijd. Niet deze, dat is iets anders. Het is afhankelijk van zijn inductantie toch? 1 gedeeld door L. Integraal van een bepaalde punt, T1, tot een eindpunt, T2 bijvoorbeeld, van dat spoelspanning. Die heb ik nooit gezien. Nou, de rest wel. Dus ik heb één iemand hier die zegt van nou, doe ik het toch maar niet. Ja, jij toch wel. Nee, dus één iemand. Wat zie je hier aan? Het is een integraal. Wat betekent integraal? Wat betekent integreren? Ja, wiskunde heb je het gehad, toch? Michael, wat is integreren? Integratie in de samenleving. Wat zeg je? Omgekeerde van diversiteit. Ja, dat klopt. Maar. En toen? Daar schiet hem niet zoveel over, denk ik. Wie weet wat integreren is? Gewoon, het is simpel dat. Dus je moet het zo meteen even naar buiten en dan roep je iemand helemaal niet technisch en zeg je integreren betekent dit. Een sommatie over oneindig kleine intervallen. Perfect. Dat betekent dus sommatie betekent dus optellen. Nou, als de spoelstroom moet opgeteld worden en daar hebben we tijd voor nodig, dan kan het dus niet in één keer gaan veranderen. Dat is ook de reden waarom de spoelstroom hier bij 0 en bij 0 plus en 0 min aan elkaar gelijk is. Dat is de reden. Condensatorspanning heeft ook zoiets. Want condensatorspanning is dit. Ik heb het vorige keer met andere groepen gedaan, dus daarom wil ik het ook met jullie doen. En die begint ook ergens. Weer 1 gedeeld door de condensatorcapaciteit. Tot een bepaalde tijdstip, T2. Maar dan van de condensator stroom dt. Ja, en dan zie je hier ook weer, zoals Rem toch was het? Ja. Die zei ook van nou, het is een sommatie van oneindig veel stukjes zeg maar. Nou, dat is ook weer zoiets hier het geval. Nou, dit kan ook dus niet in één keer gaan veranderen. Dat zie je hier ook in de formule dus. Ja, dus als jij zoiets hebt, schakelaar uit of schakelaar weet ik veel, open of dicht, dan moet je dus uitgaan van deze twee toestanden. Of je onthoudt gewoon dat de spoelstroom niet instantaan kan veranderen. En de condensatorspanning niet kan veranderen instantaan of spontaan. Ja. Maar wel de spanning van de spoel, die kan wel in één keer veranderen. Dat zie je ook aan de formule, kijk maar. VL is gelijk aan L DL dt. Nou, hier is hier eigenlijk een differentiaal. Ja, of een differentiërend actie. Dus dit gaat in één keer veranderen. Verandering van de condensatorstroom, of sorry, spoelstroom, kan gelijk een hele grote spanning geven. En dat geldt ook voor de condensator. Dit is allemaal netwerktheorie, dus dit is ook heel erg basis. Dit zou je eigenlijk wel moeten weten, laat ik zo zeggen. Wat hebben wij bij IL en VC niet opgeschreven? Dat is eigenlijk de begintoestand. Dat is dus de IL 0 en hier de VC 0. Ja, dit is ook beginvoorwaarde. Zie je wat ook hier eigenlijk in voorkomt. Ja, want als ik tegen jou zeg, condensator is volledig ongeladen. Dan mag je deze formule gebruiken en dan mag je deze gewoon 0 beschouwen. Maar als dat nou wel geladen is tot bijvoorbeeld 3 volt, dan moet hier de 3 volt staan. Of 3 staan. Ja, dan werkt het anders. Dus dat is bij differentiëren niet het geval, want differentiëren kijken we alleen naar helling. En hoe hoger dat helling staat, dat, ja, helling is gewoon helling. Maar hier maakt het wel uit. Leibeling. Okay. Even kijken of het stukje wat duidelijk is, door hier zeg maar even naar te kijken. Dus we gaan toch wat dieper op in de zin van met deze formules aan de slag. En wil ik wat informatie geven, dan kunnen jullie kijken of jullie dat zelf kunnen uitzoeken. We hebben hier een ingangssignaal, een VS. Is een stopingang van 5 volt. Ja, dus hij gaat in één keer bam. Aan. De vraag is,
breken. Ik haal even de IL even eruit, hier, want ik heb geen ruimte. De vraag is breken. Breken IL. Na 4 nanoseconden. Ja, en neem aan dat IL op tijdstip 0 2 microampère is. Ik wil ook daarna, breken daarna ook, breken ook VL na 4 nanoseconden. Dus ik vraag twee dingen hier. Dit is het circuit. Oké? En ik heb nog wel wat waardes nodig, want anders komen we nergens. Dus R is 400 kiloohm, dat is groot. En L is gelijk aan 625 microhenry. Nou, probeer dit even. Twee vragen. PS, deze. Daar moet ik even hoogwetter van maken, want we hebben het eigenlijk met het tijdssignaal mee. Dat is een stopingang, spanning 5 volt, piek. En dat blijft zo'n tijdje door. We hebben stroom nodig, we hebben de spanning nodig na 4 nanoseconden. Oké, nou probeer het even. Dan spreek ik het even over. Dan laten we 5 minuutjes. En kijken hoe het mag. En wat voor filter is het eigenlijk als je zo kijkt? Kan iemand zeggen, ja, dat is dat. Hypass? Wie zegt hypass? Kijk en schrijf dit. Misschien kan er iemand voor de verandering even voor het bord uitwerken. Nee, dat hadden we helemaal niks. Ja, nog een paar minuutjes. Dan gaan we het even bespreken. Altijd zeggen, echt. Dat is hier ook.
goed, laat even naar kijken alles. Of heeft iemand nog een paar minuutjes nodig? Nee? Ja, het is een high-pass filter, hè? Dus RL high-pass filter. Dat hebben we wel gesteld. Nou, waarom is het een high-pass filter? Kijk weer naar de extreme gevallen. Als nou de omega richting 0 gaat, dan is XL 0. En als omega richting oneindig gaat, dan is XL oneindig. Nou, als XL 0 is bij omega richting 0, dan heb je dus hier eigenlijk bij wijze van spreken een kortsluiting. Dan heb je eigenlijk geen spanning aan de uitgang. Dat betekent dus bij lage frequenties zie je dat er eigenlijk het signaal gewoon heel zwak wordt. En bij hoge frequenties zie je eigenlijk hier, theoretisch gezien, oneindig grote weerstand of reactantie. En daarmee zie je de meeste spanning over je spoel. Ja. Dus dat betekent high pass filter. Dus dan krijgen we eigenlijk bij de bodemplot krijgen we deze karakteristiek. Heeft deze een verzwakking? Per definitie. Heeft deze stand verzwakking of zeg je ingang is gelijk aan uitgang bij heel hoge frequenties? Die zegt we hebben een verzwakking van, nou, dit. Heeft wel een kleine verzwakking. Wat zeg je? Je hebt wel een kleine verzwakking van misschien 1% of minder. Ja, maar ik wil meer een theoretisch geval. Als we nou gewoon oneindig grote weerstand of frequentie hier invoeren. Theoretisch niet, dan heb je geen verzwakking. Ja. Maar als ik hier nou een weerstand ertussen zet, moet je anders maken, parallel, dan wel. Dat hebben wij de condensator gezien, hè? Toen we natuurlijk een spanningsdeling hadden, per definitie. Dus dan kon je eigenlijk nooit boven dat waarde komen. Okay. De vraag was hier, IL na 4 nanoseconden. En ik heb een IL0 van 2 microampère en ik heb wat waardes gekregen en zit hier een 5 volt ingangssignaal. Oké. Okay. Goed. Hoe beginnen we? Heeft iemand een voorstel? Kies even na, doe dat en dan komen we wel uit. Stapresponsie van een eerste orde systeem. IL is gelijk aan IL oneindig plus haakje openen IL 0 min IL weer bij oneindig en even nog min T-resultaat. Als ik hier een aantal dingen weet, kan ik dus uitrekenen wat nou die spoelstroom is bij 4 nanoseconden. Wat heb ik daarvoor nodig? 3 dingen. Eindwaarde, beginwaarde en tijdsconstante. Heb ik die allemaal? Kun je uitrekenen? Dat heb ik nog niet, maar ik kan hem uitrekenen. Zeg. Nou, laten we met touw beginnen, die is makkelijk denk ik. Wat is touw? Het is niet L keer L, hè? Wat zeg je? R gedeelde L. L gedeelde L? R gedeelde L. R, dit bedoel je zo? Ja, dat. Nou ja, dat is andersom. Andersom. Dit is voor de kantelfrequentie. Ja? L door L. R, sorry. Dat betekent dus 625 keer 10 de macht min. Oké, okay, dankjewel. 6 dus. Gedeeld door 4 keer 10 de macht 5. En wat komt eruit? Even checken. Daar komt uit. Zo'n mooi getal, maar goed, dat schrijf ik dan maar even op. Dit. Ja, dus 1,5625 nanoseconden. Nou, die heb ik. Volgende, I0, ah, die was cadeau. Dat is 4, nee, maar niet 4. Dus 2 keer 10 tot min 6 ampère. Nou, IL, oneindig, die is wel interessanter. Wat is dat? Hoe breek je dat? Spanning verdeeld door de weerstand. Waarom? Omdat die na een lijn gebruikt en dat de stroom wordt dan open, wordt gewoon een laat alle stroom door. Dus dan kun je het gewoon op de weerstand. Ja, dus
als je al een tijdje wacht, betekent eigenlijk DC, gelijk stroom. Ja, als dit een kortsluiting was waar een draad, dus de stroom die daar doorheen zou moeten lopen, loopt ook door R. Dus het enige wezen die je ziet is R. De spanning was 5 volt, gedeeld door R. Dat is dus, want dat laat ik zo zeggen, VS. Dus VS is 5 en gedeeld door 400.000, dat is dus dit. Nou, er komt iets uit. Dat is op 1,25. Keert die vermacht. Meer 5. Dat klopt, nou heb je alles. Kijk maar. Dan kun je het invullen. Dus dan heb je eigenlijk dit IL als functie van tijd. Is gelijk aan 1,25 keer titel mag min 5 plus beginnend waarde, dat hadden we al gekregen, min weer 1,25 keer titel mag min 5 titel mag tijd min tijd gedeeld door deze. Mooi getal. Nou, als je dan nou daar invult voor tijd, 4 nanoseconden, dat doe ik dan even voor jullie. Ja, dus dat ga ik niet helemaal invoeren. En dan krijg je dus, 4 keer 10 macht min 9. En dan krijg je uit 1,17 keer 10 macht min 5 ampère. Dat is eigenlijk eerst de vraag beantwoord daarmee. Oké, nou is het volgende. Spoelstroom. Wat moet ik dan doen? Een spoelstroom uitrekenen. Ik heb er niet in. Staat hier 6,4 keer 10,8, 8, en dit is de ampère. Dus ik heb dit gewoon wat compacter geschreven. Nou, dan staat het dit. En ik moet nou de VL weten. VL. Wat is de vraag? Oké, we hebben de formule gekregen voor een spoel. Wie weet dat nog? Ja, perfect. Dus jij zegt van nou, de spoelspanning als functie van tijd is gelijk aan L, dat is de inductantie, die heb ik. Eerst de spoelstroom afgeleid. Oh, dus ik moet hem afleiden en dan nog eens een keer L doen en dan ben ik er. Wat het afgeleide van? Deze hier, boven. Nou, die constante vliegt eruit. Toch? Dit heb je niet. Dus constante, dat is nul. Het enige wat je dan moet doen is de tweede term differentiëren. Dat is een 1 macht met een factor anders dan 1. Dus dan krijg je nog de kettingregel. Dus als je dat nou netjes doet, dan krijg je hieruit. En de min en min die eten elkaar ook op. Dan komt eruit 4,2. Oké, ik ga hem zelf nagaan. Keer 1 macht min 6,4 keer 10 macht 8. T. Ja, dan heb je dus eigenlijk deze term. En heb je nou de VL als functie van tijd is L keer 4,2 keer 1 macht 6,4 keer 10 macht 8 T. Nou, als kwestie van invullen, de L. En de tijd, en dan ben je er. Dus dan zeg je VL bij 4 nano
seconden. Dit is dan 650 keer 10 macht min 6. Keer 10,2 keer 1 macht min 6,4 keer 10 macht 8. Keer 4 keer 10 macht min 9. En dan komt er iets uit. 0,32. Dat is alles. Simpel is dat. Ja? Hier heb ik dus de seconde ingevuld, of de tijd. En hier heb ik gewoon mijn L ingevuld, dat zie je. Dat kan ik ook voor de condensator doen, hè? Want de condensator spanning vraag ik. Of kan ik uitrekenen met bijvoorbeeld de stapresponsieformule. Maar ik kan ook daaruit de condensatorstroom vragen. Dan moet je me eigenlijk gewoon weer differentiëren met IC is gelijk aan. C keer DVCDT. Ja, dat is weer een andere. Jullie krijgen geen RLC, dat zijn twee rolsystemen. Jullie krijgen of een RL of een RC. Maar die kan meerdere C's krijgen en meerdere R'tjes, combinatie. Van meerdere C's en meerdere R'tjes, combinatie. En daarvan moet je ook al wat doen. Dit is dan zeg maar de simpelste vorm, met 1 R en 1 L. Wie heeft hier een vraag over? Weer het eind. Waar loopt het vast? Ja, die kan dit ook, iedereen kan dit zometeen reproduceren als ik een andere vraag heb. Dat doe je wel even. Ja? Want nu is het moment op de vraag, hè? En als het tegen mij de tijd steeds. Dus doorloopt, dan komen we naar andere onderwerpen: diodes, BET, MOSFET. Op een gegeven moment. Raak het vol, denk ik. Goed. Geen vragen? Dus blijkbaar is het te simpel. Ik weet het niet. Goed. Nou, we hebben wel. Dus als er geen vragen zijn, ook geen extra toelichting, kan ik beginnen eigenlijk met onderwerp 3. Dit is dus lesweek 3, diode. Daar kan ik gewoon mee beginnen. Dat was ook eigenlijk ben ik wel een beetje op de hoogte. Dus dat is wel gelukt. Hebben we pauze nodig of zeg je van dan gaan we beginnen? Hebben we 5 minuten pauze nodig? Kunnen we daarna beginnen? Nee? Niemand heeft nodig? Iedereen knikt van nou. Of schutbeweging. Nee. Dan ga ik gewoon door. Dan gaan we echt met elektronica beginnen. In de zin van de eerste keer echt een elektronisch component. Toen dus zijn we gewoon met netwerktheorie bezig geweest. We gaan een beginnetje maken met diode. Diode. Dan gaan we naar kijken. Diode. Nou, we gaan het hebben over een PN-junctie diode. Andere soorten diodes, P1-junctie. En symbool voor een P1-junctie diode is dit. En een pijltje geeft aan zeg maar, waar de stroom naartoe gaat in het doorlaatgebied. En dit is dan zeg maar, de spanning over de diode. Ja, en dus de stroom, automatisch dus zo. Oké. Dat wil ik even klein maken. Dit zijn zeg maar de klemmen. Wat betekent dan die P en wat betekent dan die N? We hebben niet echt gesproken over wat dus eigenlijk voor lesweek 2 was, deze week dus, over de materialen. De P en de N, dat zijn gedoteerde siliciummaterialen. Wat betekent gedoteerd? Gedoopt. Ja. Dus je hebt een silicium, een blokje silicium, een stukje silicium, en daar wordt een bepaalde atoom of een stof ingestopt, waardoor deze veel meer gaten gaat krijgen en deze veel meer elektronen. Wat betekent gaten? Dit is een gat. Kijk, hier zit niemand. Een stoel, een gat. Hier heb ik ook nog een gat, maar dat is een elektron. Michael is een elektron. Okay? Dus als Michael erop staat, gaat die kant op, dat is een gat, dan heb je eigenlijk dat een gat naar links of rechts gaat, maar Mike gaat naar rechts. Of naar links, sorry. Dus gat gaat naar rechts. En Mike gaat naar links. Dat is eigenlijk ook wat het geval hier ook is. Dus dat gat hier, die kan dus elektronen trekken vanuit de linkerkant, of rechterkant, sorry. Dat door elkaar. En een gat kan daarmee dus ook naar de rechterkant verplaatsen. Dus even een voorbeeld, als ik nou een gat hier heb, een gat daar, en ik heb hier
in gevuldig had, laat ik zo zeggen. Dus vier stoelen en één persoon heeft er eigenlijk eentje bezet. Een poosje later kan dat bijvoorbeeld naar links bewegen. Ja? En waar is die gat naar naartoe gegaan? Ja, nummer 3 bijvoorbeeld. Hè? Die is hier naartoe gegaan. Dus die is naar rechts gegaan, terwijl de elektron naar links gegaan is. Dat is eigenlijk wat hierin gebeurt. Dus ik ga niet heel veel daarop in. Maar dit is eigenlijk wat er in een hele grove situatie, zeg maar, in de BNU's gebeurt. Dus ik gaf al aan, de stroom wordt in één richting doorgelaten en de spanning, zeg maar, wordt zo gemeten. Je kunt ook andersom meten, dat noemen ze sperspanning. Ja, als je dus niet doorlaat. We hebben een aantal simpele modellen. Als je nou de stroom en de spanning karakteristiek van de diode gaat tekenen, dan kun je het beschouwen als een schakelaar. Aan, uit. Aan, uit. Dus je kan zeggen, nou, hij is gewoon uit bij spanningen lager dan 0 en bij 0 gaat hij bouw omhoog. Dus je krijgt dus een oneindig grote stroom. Is dat realistisch? Nee. Maar het is gewoon eerst door een model. Ja? Dit is gewoon een model om even op gang te komen, laat ik zo zeggen. Dus dit is dan een situatie. Dit noem je dan de schakelaar is open. Dat is gewoon je model. En dit is dan de situatie, de schakelaar is dicht. Als jij nou gewoon 3-4 diodes in een circuit hebt, dan kun je dus heel mooi dit model gaan gebruiken. Verschillende toestanden langs gaan en dan kijken we wat eigenlijk de situatie is. Daar heb ik een opgave. Gaan we zo meteen even naar kijken als we tijd over hebben. Kunnen we kijken wat nou, welke diode nou wel geleid en welke diode nou niet geleid, etc. Dus dan gaan we een beetje toestanden langs. Dit is een simpele model. Maar het preciezere model, wat preciezere model is, dat ik zal met zwart doen. Hier de spanning en daar de stroom. Dus wat ik doe is, ik zet hier gewoon een spanning op en ik meet de stroom. Dat doen we vaak met een diode, want dan kunnen we een bepaalde begrenzing hebben. Dan loopt de stroom en de spanning, dus als functie van spanning, dan loopt het zo. Het is geen kwadratische vergelijking, het is een exponentiële vergelijking. Dus het verband is exponentieel. Dat is exponentieel. De formule daarvan staat in je boek, dat hoef je niet uit je hoofd te weten, er staat dan een formule wat. Ja. Ik ga daar ook niet heel ingewikkelde vragen over stellen van reken dat uit in de formule of zo. Maar je zou wel, je krijgt dan een wat beter beeld als je nou kijkt van nou, waarom loopt de stroom nou zo opeens hoog als ik nou een kleine verandering maak in de spanning. Dan kijk maar, maak je nou een kleine verandering in spanning van daar naar daar naartoe, dan is de helling van de stroom veel groter dan de helling van de spanning. Of de verandering in de spanning. Dat betekent dus dat je dus eigenlijk moet oppassen, als dat zeg maar de diode te veel geleidt, dan kan het misschien kapot gaan. Dus daarom hebben we altijd zo'n weerstand als begrenzing. Ja, want je hebt altijd een diode met een bepaalde maximum voor stroom en een maximum voor spanning. Kan er staan bijvoorbeeld maximum zoveel ampère, laten we zeggen 100 milliampère en maximum 50 volt of 100 volt. Dat kan. En dat ziet dus eigenlijk aan dat je dus bepaalde spanningen mag hebben, bepaalde stroom mag hebben. Maar dat geldt ook voor deze kant. Want ik ben tot hier gegaan en uiteindelijk ben ik gestopt. Maar dit kan ook opeens, als ik te veel sperspanning geef, dan kan ik dus eigenlijk ook in één keer veel meer stroom gaan doorladen. En dan kan het dus ook gewoon kapot gaan. Dus hier moet je ook op een gegeven moment gaan oppassen van nou, welk punt is dit nou? En dat is ook in je datasheet van je diode. En dit is dan de, wat we noemen, breakdown spanning. Ja. Het kan bijvoorbeeld 100 volt zijn, misschien wat hoger afhankelijk van je diode. Nou, ook dit is niet zo erg fijn om uit of mee te werken. Dit was fijner, want je kan zeggen bij 0 gaat die aan en na, voor 0 was die lekker uit. Dus dat was gewoon makkelijk. Wat gaan we nou hier afspreken?
Tenzij anders schreef, we gaan gewoon zeggen, weet je wat? Hij gaat gewoon bij 0,7 volt. Gaat hij glijden. Klaar. Voor 0,7 doet hij niks. Dat is even een afspraak die we maken. Dat betekent dus dat eigenlijk dit ietsjes anders gaat worden. Ietsjes anders, niet zo heel erg groot. Dus hoe ziet dat eruit, dit? Dus de verandering hier. Welke verandering maken we dan? Weer die XY-knop, dus de spanning, de stroom hier, de spanning daar. Nou, dan gaat het pijltje, of het grafiek dus niet bij 0 omhoog, maar bij 0,7 omhoog. Precies, dus laten we zeggen 0,7 hier. Dat betekent dus een poosje niks. Dus 0 ampère en dan. Maar dat betekent dus, dit stuk is dus eigenlijk een schakelaar die open is. En daar zit eigenlijk een spanningsbron te wachten. Nou, die kan niks geven omdat de schakelaar van open is. Dus we hebben hier een spanning. Ja, dat is die VD. En dat schrijf ik als VD on. Dat betekent aanspanning, bij wijze van spreken. Maar hier, dat modelleer ik met een schakelaar die wel dicht is. En waarbij wel een spanningsbron zit. Van VD on. Dus VD on is bij ons. VD on. Is bij ons 0,7. Tenzij anders gegeven. Als ik een totaal anders zeg, bijvoorbeeld 0,6 of 0,8, dan moet je dat nemen. Als het niet gegeven is, dan is het 0,7. Okay. Dit is dus eigenlijk een heel simpel model. Je kunt dus hier heel simpel mee werken. En dan kom je eigenlijk eruit met bepaalde bewerkingen. Als je heel ingewikkelde berekeningen moet uitvoeren, ja, dan is het toch weer handig om toch naar de echte formule gaan te kijken. Nou, voor mensen die toch geïnteresseerd zijn, die kan ik even hier opschrijven. Voor het exponentiële geval, dan is dat als volgt: de stroom die de diode gaat is een bepaalde constante. IS keer e tot de macht, weer e tot de macht, want het is natuurlijk een exponentieel verband. De spanning over de diode gedeeld door een bepaalde constante weer. Dat noemen ze een thermische spanning. Min 1. Zo, tussen haakjes. Dit is gewoon de formule. Je hoeft niet echt daarmee te werken. Het staat op je formuleblad. Maar dat geeft wel aan zeg maar, wat er gebeurt met de stroom. Kijk maar, als je nou hier bijvoorbeeld VD twee keer groter maakt. Dit wordt niet twee keer groter, dit wordt wel veel groter. Veel meer dan twee keer groter. Misschien wel zes keer groter. Afhankelijk van dit natuurlijk. Ja. En je ziet ook, als daar bijvoorbeeld VD negatief is, bijvoorbeeld min 50 of min 60 of min 100, dan is deze term, de eerste term, is nagenoeg 0. Dus wat blijft dan over? IS keer 0 min 1 is min IS. En dat is dus dit. Dat is die min IS. Dat is eigenlijk een constante lijn die je dan eigenlijk hebt. Het spannende stroom die je dan eigenlijk daar krijgt. Op een gegeven moment klap het naar beneden, dus dan is deze formule ook niet meer geldig. Dus de formule is geldig tussen hier en zeg maar, tot waar het weer zeg maar, misgaat. Dat is bepaald tot een bepaalde plek. Ja? Op dit punt tot dat punt. Ja, dat is een begrensde formule. Zo kun je hem zien. Nou, dit is een diode. We hebben ook nog een zenerdiode. Daar gaan we het ook nog over hebben. Zenerdiode. Nou, diode gebruiken we meer voor het doorlaten van een spanning. Stroom en op een bepaalde spanning zeg maar ergens creëren, maar daar kunnen we ook zenerdiode voor gebruiken. Wat is het verschil tussen een normaal diode en een zenerdiode? Zenerdiode, het symbool ziet er zo uit. Bijna zo als de normaal diode, maar dan krijg je zo'n rare Z-teken. Dus het is bijna hetzelfde. En hij werkt op dezelfde manier. Ja, dus hij laat ook weer door. Ook weer zo'n spanning van 0,7 volt bij spreken. En de sperrichting houdt hij hem tegen, maar het voordeel van of het verschil tussen zenerdiode en normaal diode is, dat de zenerdiode gebruikt kan worden als een, bij wijze van spreken, constante niveau voor spanning aan de uitgang. Dus je wilt zeg maar aan de uitgang 6 volt hebben, maar je weet dat jouw ingang fluctueert tussen 10 volt en de 12 volt. Zeg maar. Ik zeg maar wat. Maar door die fluctuatie kan je uitgangsspanning fluctueren, maar dat wil je niet hebben. Dus wat kun je doen? Kun je aan de uitgang zo'n diode zetten in sper. Ja, dan kun je bijvoorbeeld zoiets doen. Ik
Ik zeg maar, nou weet je wat, dit is gewoon mijn uitgang. Daar zet ik dit. Heb ik een diode geregeld, gekocht. En die heeft een sperspanning, of zenuwspanning noem ze ook wel, van 6 volt. Maar ik heb hier wel een spanningsbron. En die verandert, dat gaat tussen 10 volt en 12 volt. Dat kan veranderen. Als ik nou hier een diode of een weerstandje. Ja, en als ik hier ook nog een weerstandje of zo. Dit is mijn belasting bijvoorbeeld, dit is mijn ingang. Ja, dit is mijn VS. Als het verandert, zonder deze 7 diode, dan gaat de spanning over RL ook veranderen. Dat is niet gunstig. Oh. Wat wil je dan hebben? Nou, als ik hier altijd een 6 volt wil hebben, of nagenoeg 6 volt, dan kun je dus iets regelen die 6 volt hier houdt. En dat doet hij dan. Dit is natuurlijk een ideaal plaatje. Het is niet helemaal zo. Je kan misschien 6,2 krijgen of 5,9 of 5,8. Maar in ieder geval veel beter dan wat hij gaat doen. Zonder zenuwdiode. Stel bijvoorbeeld jouw ingangsweerstand hier is 100 ohm. En deze is bijvoorbeeld 10 ohm. Ja? Als nou bijvoorbeeld dit gaat veranderen, dan kan wel wat effect hebben die je helemaal niet wilt. Maar als dit bijvoorbeeld heel erg groot is. Heel erg groot. En het is heel erg klein. Dan heb je ook een bepaald ander effect. Het is een beetje afhankelijk van wat de weerstanden zijn. En dat geeft ook aan wat voor stroom hier doorheen loopt. En dat geeft ook aan wat voor stroom hier daar doorheen moet lopen. Dus je hebt bij een zenuwdiode. Bij een zenuwdiode heb je twee dingen. De IZ, dat is de zenuwstroom, en de zenuwspanning. Dus die twee moeten wel goed geregeld worden. Want als bijvoorbeeld een zenuwstroom staat van 1 mA, en daar hoort de 6 volt bij, maar jij kan hier geen 1 mA regelen door jouw CV-configuratie, ja, dan kun je natuurlijk niet op die 6 volt gaan hopen. Dus die 6 volt wordt pas gecreëerd bij een bepaalde stroom. Ja? En die zenuwstroom, dus dat is niet aan die kant, maar die zenuwspanning is aan deze kant. Ja, als je nou die plotje tekent, kom zo bij jouw vraag. Ik zag het wel. Ja. Dus als ik nou dat even met rood teken, ja, dat is weer dit. En ik doe dat een beetje. Maar dan is dit stukje. Wat is de IZ is, dat wordt gewoon als positief gegeven. Inderdaad, en hier is dan de VZ. Ja, dat kan 10 volt zijn, 6 volt zijn, 8 volt zijn, dat van die kleine waarden zijn dat. Waarom niet hier? Je kan zeggen, waarom gebruiken we dat dan niet hier? Ja? Die is niet ontworpen juist voor dat, dit is juist ontworpen voor dat. Want als jij hier in spers voor een spanning overheen zet, dan gaat de zenuwdiode juist niet kapot. Die kun je ook kapot krijgen hoor. Als je natuurlijk ver genoeg draait met je spanning en stromen. Maar dit is veel robuuster, laat ik zo zeggen, dan deze. Dit is niet ontworpen juist voor een sper. Dit is wel ontworpen voor een sper. En dat heeft weer te maken met de interne zeg maar, configuratie. Dus de PN vorm. Dan is er meer dotering hier dan daar, et cetera. Daar wil ik niet op ingaan. Dat kun je gewoon rustig lezen in je boek. Maar dat heeft te maken met de interne configuratie. Dus het enige wat je van de zenuwdiode moet weten is, voor dit vak, is dat er een zenuwspanning en een zenuwstroom is. Die zijn aan elkaar gekoppeld. Dus dat wordt ook altijd op de toets op die manier gegeven. Dan zeggen ze, of zeg ik, 5 volt bij 3 mA. Ja, als jij doorrekent en dan zie je dat jouw stroom hier doorheen inderdaad 3 mA is, mag je eigenlijk dan pas uitgaan van 5 volt. Maar als het niet zo is, dan kan ik ook een vraag stellen van laat zien of de uitgang inderdaad op 5 volt blijft, nagenoeg op 5 volt. Kun je kijken of hier 3 ampère doorheen loopt. Is dat niet zo? Dan kun je zeggen nee, want er loopt geen 3 ampère of 3 ampère. Zo'n vraag kan dus komen. Het is dus niet alleen maar van nou 6 volt, nou even heel snel bam en dan volgende vraag. Nee. Even goed kijken wat het is. Nou ja, vraag. Even een vraag al beantwoord. Wat was de vraag dan? Dat is waarom je niet een gewone diode zou kunnen gebruiken. Ja. Ja. Dat kan je ook wel doen, maar dan moet je heel voorzichtig zijn. Ja? Dat is een beetje kun je testen in het lab en gewoon beneden even kijken. En draai op een gegeven moment. Gaat het ergens mis. Ja? Wij gaan hier ook mee werken in lab 4, 5 uit mijn hoofd. Of 3 en 4, kun je precies. In ieder geval twee labs hebben zenuwdiodes. We hebben nog 40 minuten, hè? 35 minuten of zoiets. Tot 1 uur. Wat zeg je? Er zit al nog een pauze. Kwart voor hebben we. Nou, ik wil nog even kort afsluiten, nog 5 minuutjes. Dus we hebben het symbool gezien, dat is deze. Die teken ik even nog een keer hier. Dit is mijn symbool. Ja, daar zit dus zo'n rare Z in.
Ja, hier is dus de zenuwspanning. En hier loopt dus de zenuwstroom. Ja, zo moet je mij even dan bekijken. En deze helling hier, wat betekent deze helling hier eigenlijk? Nou, jullie weten, de wet van Ohm is spanning gedeeld stroom, toch? Dus de helling hier is, 1 gedeeld door, de weerstand. Dus dit is eigenlijk een interne weerstand van je zenuwdiode. Geldt ook voor hem, hoor. Interne weerstand van een normale diode. Heb je ook hier ook. Dus deze helling, en deze helling, geeft eigenlijk de interne weerstand van je diode. Dus dit is ook een verhaal. Maar wat wij natuurlijk vaak hier gebruiken, is dat natuurlijk wel een belangrijke parameter. Soms mag je dat verwaarlozen en soms niet. Dat wordt ook in de tentamen gewoon duidelijk aangegeven als het wel verwaarloosbaar is. Of niet. Dus als je nou een model tekent, of een model hiervoor opstelt, dan kun je dus eigenlijk het volgende maken. Je hebt dus een bepaalde zenuwweerstand, dynamische weerstand, afhankelijk van waar je bent. En je hebt hier een zenuwspanning. Maar ik ga daar nog even wat aanvullen. Hier is eigenlijk de zenuwspanning die je hebt. En daar loopt de zenuwstroom. Maar dit is een zenuwspanning zonder de weerstand. Dat betekent dat. Ja? Dus dat betekent dat eigenlijk de spanning hier groter is dan de spanning daar. Maar wat is dus VZ dan? VZ is gelijk aan IZ, hier RZ, plus VZ0. Je krijgt dit. En je kijkt dan vervolgens wat je echt hebt. Ja? Dat doe je dus door iteratief, eigenlijk kun je naar die VZ gaan toewerken. Oké. Goed, we gaan wel denk ik na de pauze even kijken naar de diode- en zenuwdiode verhaaltjes. Opgaves. En kijken of dat een beetje voor iedereen ook duidelijk is. We kijken hoe ver we komen. Ja, 5 minuten pauzeren dan. En dan zien we wel verder. Nou, ik heb het gestemd bij me. Nou mag je zeggen wat je net niet kon zeggen. Even kijken. Waar is mijn knopje? Goed jongens, dan gaan we verder. Laten we beginnen met voorbeelden. Even kijken of het een beetje duidelijker is. En ook duidelijker wordt aan de hand van een voorbeeld. Dus we krijgen, laten we even een voorbeeld bekijken. Een voorbeeld. We krijgen bijvoorbeeld dit circuit. Weerstandje zo. Ik zal meteen even geven wat het allemaal is. We hebben een diode op deze manier aangesloten. Normaal diode, geen zenuwdiode. En hier is mijn ground. Dit is mijn source. Nou, de diode loopt zo, stroom. Dus. En ik geef R is gelijk aan 500 ohm. En VR is gelijk aan 10 volt. En VD on, dus dat is eigenlijk de spanning waarbij zeg maar, de stroom dus door de diode wel gaat. En daarvoor dus niet. Dat is een beetje de brute methode. Als we vraag breken. De diodestroom. Hoe doe je dat dan? Wat moet je dan eigenlijk doen? Ja, precies. Dus als je nou dit dan toch als een model gaat tekenen, kun je zeggen, nou, kijk, dit staat gewoon. Dat is VS. Weerstand staat ook op zijn plek. En ik heb hier eigenlijk een spanningsbron. Dat is die VD-on dan, zeg maar, van 0,7. En dan terug. En dan kan ik gewoon uitrekenen wat dan de stroom is. Want dit is 5, nee, dit is 10 volt. Die heb ik al gegeven. En die is ook gegeven. Dat is gelijk aan 500 ohm. Nou, de stroom die hier doorheen gaat, is exact dezelfde stroom. De weerstand. Dus ik kan zeggen, ID is gelijk aan IR. Wat is dat? Dat is VS min VD on deel door R. Dat is 10 min 0,7 deel door 500. Uit 0,018
8, 6. Maar de vraag kan natuurlijk op een andere manier gesteld zijn. Ik kan ook zeggen, dioodstroom moet zoveel zijn. Breken de weerstand die erbij hoort. Nou, ik zag dezelfde formule, maar dan deze uitrekenen. Maar dan is stroom gegeven, dus het is weer andersom. Is het duidelijk? Simpel vraag? Nee, simpel. Nou, naar de volgende, die is ingewikkelder. Ik teken hem denk ik hier en dan gaan we het daar uitwerken. En dan gaan we naar verschillende varianten kijken. Want ik heb nu twee diodes. Bijvoorbeeld, twee diodes. Dus ik heb een, hier een spanningsbron. VS. Daar heb ik R1. R2. Een diode. Even kijken, en dat loopt zo. Hier is weer ground. Dat is mijn referentie. Dit noem ik D1. Dat is mijn diode 1. En dan heb ik weer een weerstand. Dan heb ik R3. En dan heb ik gelijk weer een diode. Dan heb ik D2. De gegevens zijn R1 is gelijk aan 100 ohm, R2 is gelijk aan 200 ohm, R3 dat is gelijk aan 400 ohm en VS, dat is deze dus, is gelijk aan 14 volt. En je mag hier weer aannemen dat VD1 ohm is gelijk aan VD2 ohm en dat is 0,7 volt. Ja? Wat is gevraagd? De vraag is, dat schrijf ik hier, breken de diodestromen en de stroom. VS moet leveren. VS. Dat is de volgende vraag. Ja, hoe moet je nou beginnen? Hoe kun je beginnen? Dus we hebben dit circuit met drie weerstanden, twee diodes, een spanningsbron, etcetera, etcetera. Nou, dit voorbeeld. Dat kan ons helpen, denk ik, om hier zeg maar een beginnetje te maken. Wat kunnen we doen? Een vervangingsschema maken. Vervangingsschema, heel goed Danny. Vervangingsschema. Dus, VS gaan we niet vervangen, dat is maar wat het is. Weerstand gaan we ook niet vervangen. Wat gaan we wel vervangen? Jij zegt gewoon, we maken een vervangingsschema. Die weerstand en die weerstand R2 en R3. Twee, daar kan je parallel schakelen, denk ik. Ja, maar dan moet deze spoorstelling zijn, maar dat is niet zo. Voor mij bedoel je iets anders. Of wil die iets anders zeggen? De stroom voor wat zeg je? Wil je dat het harder voor de spanningsbron? Dat is alles bij de spanningsbron. Even wat harder? Diode harder voor een spanningsbron. Ja, dus diode zoals hier vervangen met de spanningsbron. Hier ook doen en ook daar ook doen. Ja. Nou, mooi, dat gaan we doen. Voor mij bedoel je dat, denk ik, maar je wil de postlating maken, maar dat doe ik gelijk het model, ja, een simpeler model nemen, maar zo simpel wil ik het doen. We willen toch een kleine nauwkeurigheid erin. Dus dit is dan R1, en hier is de weerstand naar beneden, dus die R2, en dan is dat spanningsbron, constante spanningsbron van VD1 om. Dat is hier 0,7, hè? Dat is gewoon je gegeven. Ja, dus dat komt hier uit. Dit is het eerste deel. De volgende. Ja, dan komt hier natuurlijk eerst een weerstand tussen. Dat is de R3. En dan weer een spanningsbron. Constante spanningsbron. En VD2 om. En dan heb je het model eigenlijk al klaar. Ja, hier nog een
Want hier kun je veel beter mee en veel makkelijker meewerken dan hier. Het is lastiger, want ik weet niet wat hier gaat. Natuurlijk, op een gegeven moment ben je zo eraan gewend dat je zegt, oh, dat is gewoon 0,7, dan hoef je dat niet eens te maken. En dan gaat het sneller. Nou, ik ga hier een letter toekennen, hier dit, punt A noem ik dat even, want dan moeten we de analyse opstarten. Want we moeten natuurlijk ID1 en ID2 uitrekenen, toch? Dat is de vraag hier. We rekenen de diodestromen en de stroom die je bron moet leveren, dat is natuurlijk IS. Ja, en hier loopt, wat voor stroom hier loopt hier? ID1, en wat voor stroom loopt hier dan? ID2, dus ik vraag drie dingen. ID1, ID2, IS. Wat is IS? Dat is gelijk aan ID1 plus ID2. Dat is de sommatie. Ja, maar op dat punt, punt A, dat is een knooppunt. De stroom die hierin gaat, moet zich verdelen in twee takken. En dan kun je dus de Kirchhoff-stroomwet gebruiken. Ja, Kirchhoff-current law. Dan zeg je IS is gelijk aan deze plus deze. Dat is eigenlijk ook ja, gelijk wat je moet herkennen. Dat is ook gelijk een netwerktheoriekennis die je gelijk hier paraat moet hebben. Anders heb je ook een probleem. Mensen die denken van, nou dat is een behoorlijk roestel voor mij. Of ergens in de min 20, nou dan moeten we dat eventjes opschonen. Dus dat doe ik niet hier. Dat moet iedereen zelf doen. Oké, nou, wie kan mij helpen? Welke beginnetje kan ik maken om nou toch naar die 2D, of sorry, die ID1 en ID2 te gaan? Als ik deze twee heb, heb ik dan gelijk dit, hè. Dit is makkelijker. Als ik deze twee heb, is het klaar. Wat kan ik doen? Wie kan mij helpen? Ik heb weerstanden, ik heb de spanningsbron. En ik heb deze vergelijking al opgeschreven, dat moet daar helpen. Ja. Je wil wat zeggen, Ivan? Nee. Moet ik het weer gaan doen? Ja. Dat is wel erg. Wat is IS hier, die hier doorheen loopt? Die kan je uitrekenen met de weerstand die daar ligt. Precies, dan kan je zeggen dat spanning over R1 delen door de weerstand zelf is IS. Maar wat is de spanning over R1? Spanning over R1 is... Ja. Je hoeft niet per se een getal te noemen, maar gewoon een formule. Wat zeg je? VS? Nee. Als alles daar overeen zou zitten, dan moet het parallel staan met VS. Dat is niet waar. Het is VS min VA. Spanning op dit punt min spanning op dat punt. Dat heb ik daarom nog A genoemd. Maar zit niet allemaal keer erin? Dus VS min VA. Deel door R1. Dat is deze. Wat is die omgekeerd? Nee. Dat is plus. Dat is min. Wat is ID1? Dat is de stroom die hier doorheen loopt. Wat is dat? En wat is ID2? Laten we met ID1 beginnen. Wat is dat? Ja, spanning op punt. Minder spanning op dit punt. En dan delen door. R2, dus dat is eigenlijk weer een deel door R2 en zometeen deel door R3. Dus dit is dan VA min VD1 om. Ja, dat is gewoon netwerktheorie. Volgende, VA min VD2 om. Kijk, ik heb eigenlijk alles behalve wat. Ik heb hier alles in deze formule, behalve wat. Want ik kan de weerstand invullen, dat is gewoon niet gegeven. VA. Nee, VA niet. De rest heb ik. Wie zei dat? Dus ik ga je invullen. Hier. En ik krijg een extra punt ermee. En R1 is gelijk aan 100. Is gelijk aan weer VA min 0,7 delen door 200. Plus VA min 0,7 delen door 400, nou zit het allemaal uitrekenen. Dat kun je natuurlijk heel goed. Dan komt uit hier 6,01 volt. Nou, eenmaal 6,01 volt uitgerekend, kun je nu naar de ID1 gaan. Toch, wat is ID1? ID1 is gelijk aan VA min VD1 om, delen door R1. R2, pardon. R2. Nou, vul maar in. 6,01 minus 0,7 gedeeld door 200. Daar komt uit 0,027 ampère. Ja, de volgende,
op dezelfde manier. ID2 is gelijk aan VA min VD2 om. Deel door R3. Nou, invullen. 6,01 min 0,7. Deel door 400. Nou, ik deel nu door de weerstand die twee keer groter is. Dus dat verwacht ik ook twee keer kleiner stroom. Dat betekent 0,0135 eigenlijk. Maar goed. Laat ik toch even dat doen. Ja? Nou heb ik eigenlijk twee stromen gevonden die ik eigenlijk nodig had. En dan kijk ik naar de IS toch aan werken. Wat is de IS dan? De sommatie van die twee. Nou, 0,0. V7 plus 0,0. 135. En dan komt uit 0,0405. Ja? 40, op wat ik zeg? Ja, 40,5 milliampère. Wat moet je doen eigenlijk? Altijd achteraf check is, zijn deze twee waarden positief? Waarom is het eigenlijk belangrijk? Als het een negatief getal is, dit stroomt door een diode in de doorlaatgebied, want je hebt aangenomen, dat is je aanname. Jij zegt van nou, deze twee diodes laten door, dat zeg jij nu. Daarmee breek je het zaakje. Maar als jij hier nou bijvoorbeeld uitrekenen, dan komt hier uit bijvoorbeeld min, hoor ik veel wat allemaal, en min dit, of eentjes min. Dan kun je wel zeggen, die aanname was niet correct. Dus dan moet ik terug. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je eigenlijk één van de twee, wat dus een negatieve weerstand gegeven, moet je dus niet met 0,7 hier modelleren, maar met een open circuit. Ja? Dat is eigenlijk wat je moet doen. Dus let daarop, ga niet zeggen, ja, ik heb het uitgerekend, want ik heb een model gemaakt, dan komt hier iets uit van min uit. En dan gewoon zonder bij na te denken, gewoon lekker doorgaan. Dat is natuurlijk een heel grote fout. Dat gaan we ook zien zometeen bij de BET, bipolaire transistor, en bij de MOSFET. Ook daar doen we, of maken we eerst een aantal aannames en checken we achteraf. Een beetje standaard bij dat soort dingen. Hier hebben we het eigenlijk al gedaan, aanname, en het kwam mooi uit. En dan zien we eigenlijk dat het dan samen tot dit komt. Oké. Zijn er vragen hierover? Onduidelijkheden? Geen vragen? Allemaal duidelijk? We hebben nog een kwartier, hè? Ongeveer. Gaat het weg? Ja, video is er toch, hè? Iemand schrijven. Kan iedereen bij de video's, hè? Kan iedereen gewoon klikken, makkelijk, gewoon toegang. Helemaal geen probleempjes. Oké. Laten we even een beginnetje maken met een applicatie van de diodes, want dat is ook een onderdeel van je praktijk. Applicatie. Applicaties. Applicatie, dus toepassing. Applicatie van diodes. Dus we beginnen met een heel simpele, super simpel. Simpeler dan dat kan ik niet bedenken, denk ik. We beginnen met rectifiers. Ja, dat zijn dus de gelijklichters. Rectifiers. Nou, we beginnen vandaag, en als we dan af en toe komen, nou, dat denk ik niet, met de half-wave. En als we toekomen, denk ik niet, maar dan gaan we ook naar de full-wave kijken. Een full-wave, je kunt het op twee manieren doen. Dat kun je doen met center. Tapped, dat doe ik allemaal in het Engels, dat kun je ook in je boek zo lezen. En full bridge. Die bespreken we. We beginnen vandaag met half wave. De simpelste van allemaal. Half wave, nou. Half wave. De naam zegt het al, dus je hebt dus eigenlijk de helft van je slinger, of je ingangssignaal, daar doe je iets mee. Nou, rectifier betekent gelijkrichten. Dan krijg je een sinussignaal erin. En dan krijg je een vrij constant signaal, ideaal gezien een constant signaal eruit. Dus als jij bijvoorbeeld 12 volt batterij wil maken uit 230 volt
stopcontact. Dan moet er een component of een blokje tussen zitten dat het sinusvormig signaal naar een constant 12 volt maakt. Met een bepaalde stroom natuurlijk, dat is niet alleen maar de spanning. Hij moet ook zeggen, nou zoveel ampère, 3,2 ampère of whatever. Kijk maar naar de aantal adapters van verschillende laptops, staat niet alleen maar 12 volt of zo, maar ook de stroom. Dus dat betekent eigenlijk wat hij aan vermogen kan leveren. Dus jouw spanning kan wel kloppen, maar jouw stroom kan bijvoorbeeld te weinig zijn waardoor je laptop toch niet aangaat. Ja, dat kan een probleem zijn. Nou, we kijken even naar een half-wave circuit. Hier is een sinus ingangssignaal, VS, als functie van tijd. Ja, en heb ik hier een diode, dus is dit nu anders. En dat ik een diode, of net ik een weerstand eerst, en dan een diode. Dan heb ik hier mijn weerstandje, en zo sluit ik hem eigenlijk. En dan heb ik hier mijn ground, en dat noem ik RL. En hier heb ik mijn uitgangssignaal, dus ik meet hier mijn uitgangssignaal. Oké? Nou, hier heb ik mijn diode. Dit noem ik dus de diode en daar loopt dus een stroom en ik creëer dus daar een spanning. Ja? Als ik nou een tekening maak van mijn VS, dat is VS trouwens, dat moet ik wel even eerst geven. VS is een bepaalde sinusvormig signaal met een bepaalde amplitude, VS max, dat is de amplitude, keer sinus, even kijken. Gewoon heel algemeen heb ik het gedaan, sinus omega t. Zo gevoeld. Deze gaat erin. Ja? En die komt eruit een andere soort signaal. Nou, dan gaan we het even tekenen. Dus we gaan beide signalen tekenen. Kijk wat de tijd hier, de spanning daar. Deze VS, gewoon als functie van tijd, die teken ik als een sinusvormig signaal, dus dat is gewoon dit ding. Ja, genoeg. Iets van een periode. Oké, heb ik dit. Daar komt nou de spanning over de weerstand. Hoe wat is dat? En die kan nooit natuurlijk de maximale waarde krijgen van je ingangssignaal. Waarom? Want ik heb hier een verlies van 0,7. Ja, dus bij de positieve piek, dus deze, van 0, laten we zeggen, tot en met ergens. Hier, even kijken wat ik dat heb geroept. Ik heb nog niks geroept. Wat zeg je? Nee, dat is afhankelijk van je omega. Dat is geen piek. Maar laten we dat even TA noemen of zo. Gewoon een tijdstip A. Ja? Het is dan tijdstip B. Het is niet zo belangrijk wat we dat noemen, als we dat gewoon duidelijk noemen. Ja, dus dan gaat het oplopen, 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 oplopen en dan gaat het naar beneden. Op een gegeven moment is het dus hier 0 volt. Ja? Maar wanneer begint eigenlijk het diode te glijden? Ja, dus als jij gewoon hier boven de 0,7 blijft, is prima. Dus dat betekent eigenlijk, hey, je moet hier, als dan bijvoorbeeld dit 10 volt is, je moet eigenlijk boven de 10 volt, of boven de 0,7 volt zitten. Want het sinusvormige signaal is natuurlijk veranderlijk. Zullen we dit nou 0,7 noemen? Dit 0,7. En dit is natuurlijk de VS max, hè, want dat is eigenlijk wat je ja, maximaal kan geven. Piekwaarde. Dan kan ik het volgende doen. Mijn spanning hier overheen, die begint dus pas te lopen, of pas te gecreëerd te worden, oftewel de stroom begint pas te lopen als de spanning hier 0,7 of groter is. Dus dat betekent eigenlijk ook dat ik een poosje dus geen geleiding heb. Het zaakje begint eigenlijk pas naar 0,7 omhoog te komen. En dan pas begint hier omhoog te komen. Dus eigenlijk dit punt. En als ik het doortrek, dat betekent eigenlijk dat ik dan alleen maar tussen die twee punten een geleiding heb. Welke punten waren het dan? Deze en deze. Ja? En dan begint eigenlijk het zaakje omhoog te komen. Dus dit stukje, naar beneden gestippeld. En dus ben ik een beetje stippel. Het geeft eigenlijk aan wanneer je begint en wanneer je stopt met glijden. Ja? Nou, dit stukje heb ik T1 genoemd en T2. Dus tussen T2 en T1 is het diode in glijding, dus loopt er ook stroom door je weerstand. Dus als er stroom loopt, heb je dus ook hier een spanning. Want als ik hier 0,4 volt aanbied,
0 ampère, 0 volt, 0,6, nog steeds. Dit is weer helemaal theoretisch, heel erg idealistisch, want op een gegeven moment loopt het al wat. Als je bijvoorbeeld 0,1 volt al aanbiedt, de diode glijdt een klein beetje al. 0,3 glijdt hij nog meer, 0,5 glijdt hij nog meer, 0,6 glijdt hij nog meer. Dus op een gegeven moment glijdt hij zoveel willen. En dit punt, kijk, dat is de hoogte hier. Wat is dan eigenlijk de hoogte hier? Ja, dat is 0,7 lager dan die VS max. Dit stukje is, wat kun je eigenlijk zeggen, de hoogte hiervan? VS max? Min? VD? Of VD-on? En zo gaat het cyclus verder, maar voor de negatieve kant kan ik al zeggen, dit glijdt gewoon niet. Helemaal niks. Dus als ik nou hier min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min, nou, 10 volt heb, maakt het alleen maar erger. Wat wel belangrijk is, als je natuurlijk hier van 100 naar min 100 gaat en jouw diode kan bijvoorbeeld maximaal 50 volt sperspanning aan, dan gaat de diode wel kapot. Dus daar moet je ook even mee oppassen. Dus dat is ook iets wat je dan als de ontwerp criteria moet meenemen. Dus als jij een ingangssignaal hebt van 230 volt, jouw diode kan maar 100 volt sper, en dan ga je al nat. Je moet iets hebben van 300 of zo, weet je wel. Pak gewoon lekker ruim. Vraagje. Waar gaat die energie eigenlijk heen als je tegenwerkt? Die energie moet toch ergens verbranden? Ja, natuurlijk. Dat verbrandt ergens natuurlijk. Ja, maar dat gaat natuurlijk hierin. Oh, oké. Okay. Ja, dat is een stroom dat daar natuurlijk niet doorheen kan gaan. Ja, dus ja, het moet ergens. Je hebt helemaal gelijk. Hij kan ergens heen. Ja, denk je maar. Hij geeft geen spanning hier. Maar er wordt wel heel erg veel spanning hier gecreëerd, maar stroom loopt heel weinig. Uiteindelijk blijft het vermogen hetzelfde, dus je hebt wel een heel goede vraag. Want deze geeft natuurlijk een vermogen van, ik zeg maar wat, 100 watt. Ja, dat moet ergens naartoe. Ja, dat is een warme situatie. Maar dat is geen geleiding. Dus je kan hebben 0,001, dus 1 microampère aan stroom, maar heel groot spanning, dus weer effectief 100 watt. Dat gaat eigenlijk. En de cyclus gaat hier weer verder, hè? Dus wat heb je dan hier? Dan begint de hele cyclus weer verder. Etcetera. Dit noemen ze dus half-wave rectifier. Waarom half-wave? Nou, hier zit al eigenlijk al een plaatje. Half-wave, man. Alleen maar één deel wordt, wij spreken, doorgelaten. Maar het is niet echt een rectifier, want het wordt niet echt gelijkgericht. Want die krijgt niet echt een klink, weet je wel, een hoorstijlig vlak. Dat moeten we natuurlijk wel eerst gaan maken. Maar het is eigenlijk al een beginnetje. Je ziet al eigenlijk al hier, kijk, we hebben al wat. We hebben al een probleem, een aantal problemen. Ik heb niet beide pieken. Want ik heb maar één piek, dus het is eigenlijk heel inefficiënt. Minder dan 50% efficiëntie. En ik heb deze dingen, dus hij begint laat. En hij stopt ook eerder. Dus mijn efficiëntie is hier zeker lager dan 50%, misschien wel 30%. Dus hoe kan ik dat verhogen? Dat is ook een volgende vraag. Ja, en daar gaan we dus de volgende keer naar kijken. Dus we gaan kijken naar full wave. En dan gaan we kijken naar twee vormen. En daar gaan we wat voorbeeldjes van bekijken. En dan zien we hoe we daarmee wat duidelijker duidelijkheid te creëren. Oké, je hebt nog een vraag? Ja, maar we kunnen nooit 100% krijgen, dat kan ik wel zeggen. Dus als je daar een 100% oplossing vindt, of wilt hebben, dat heb ik ook niet. Ja. Oké, dus nogmaals, even recapituleren, even samenvat. Diode glijdt tussen T1 en T2. Alleen dan. Goed jongens, even de laatste vraag. Stel, ik heb nou de diode opgeklapt. Wat krijg ik dan? Ja, precies. Dus ik krijg, als ik nou de diode omklap, dus ik zet hem nou zo. Ik doe hem even weg. Ik doe hem nou zo. Ja, dan gaat natuurlijk de plus 1, plus 2 juist niet doorheen. Of tenminste, dat wordt dan eigenlijk niet doorgelaten, maar vanaf min 0,7. Ja? Dus dan krijg ik eigenlijk, dus als ik dat al met groen teken, ja, dit is dan het groene deel, laat ik zo zeggen, dan heb ik hier niks. Niks. En dan begint het eigenlijk het zaakje te komen. Dat betekent dat ik eigenlijk twee dingen nodig heb. Eentje waarbij van de positieve doorgelaten wordt en eentje waar de negatieve doorgelaten wordt. Dus eigenlijk, dat is die full wave verhaal. En daar gaan we dan naar kijken. Later. Ja, dus we kijken volgende week even naar. Maar hier hebben jullie eigenlijk al genoeg informatie. Deels genoeg informatie om
je practicum eigenlijk op gang te brengen voor je lab 2. Ja? Je hebt daar nog wel een aanvulling, want je hebt hier een condensator. En let daar even op en denk even over na wat de condensator kan doen aan de uitgang. Ja? Goed, dan bedankt. En dan next time, hè. Volgende week.